en bewerken van afbeeldingen in Keynote. Kies eerst in Keynote voor het invoegen van een afbeelding. Kies de afbeelding die je wilt hebben. En selecteer voeg in. De afbeelding is nu ingevoegd in Keynote. Zoals je ziet is deze afbeelding voorzien van een gebruikelijke witte rand eromheen. Keynote biedt je de mogelijkheid om dit weg te halen. Selecteer de afbeelding. Je kunt eerst bijsnijden om een gedeelte van het wit weg te halen, maar het kan in Keynote ook makkelijker. Kies voor het token. Ga nu op het witte vlak staan. Druk de muis in. Je ziet nu het vlak eromheen blauw worden. Als je de muis naar buiten toe verplaatst, zie je de cirkel en de kracht van het alfa-effect wordt groter. Als je de muisknop nu loslaat, dan is het gedeelte eromheen heeft hij gealfaat. Je kunt het nu nog zien omdat je het aan het bewerken bent. Druk op de Enter-toets als je klaar bent. Je ziet nu dat het wit eromheen verdwenen is. Je ziet dus nu gewoon netjes de dia-achtergrond die jij hebt gekozen. Afbeeldingen kun je natuurlijk verkleinen in Keynote. Dit kan op twee manieren. Gewoon door te slepen. Of te kiezen voor het lineaaltje. Hier staat grootte. Je kunt ook nog kiezen of je de verhoudingen wilt handhaven. Hij zal dus zorgen dat hij nou precies goed blijft. Doe je dat niet, dan kun je hem bijvoorbeeld heel lang, heel smal of heel breed maken. Zou je de afbeelding een beetje willen draaien, kies dan voor roteer. Hou het vastgedrukt en je kunt de afbeelding draaien zoals jij wilt. Je kunt de afbeelding ook spiegelen. Je kunt hem bijvoorbeeld op de kop spiegelen. Of je kunt hem omdraaien als je dat fijner vindt. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat je soms tekst nodig bent in een afbeelding. Kies voor het tekstvak. Er verschijnt een nieuw tekstvak. Typ de gewenste tekst. Klik nu buiten het tekstvak. Het tekstvak kun je verslepen. Sleep hem in de kop koffie waar je de tekst wilt hebben staan. Mocht de tekst niet zichtbaar zijn voor de afbeelding, selecteer dan de afbeelding. Doe rechte muisknop. Dan kun je kiezen voor naar achteren of achteraan. Aangezien deze afbeelding al achteraan staat, is deze optie op dit moment niet beschikbaar. Kies ik bijvoorbeeld voor plaats vooraan, dan zie je dat het tekstvak met kop koffie is verdwenen. Die staat dus nu achteraan. Kiezen we nu weer rechtermuis op, zie je dat achteraan vrij is gekomen als optie. Kies voor plaats achteraan. Omdat een kop koffie zelf massief is, laten we dit wit. Echter, het oortje is natuurlijk niet. Is in het echt gewoon doorzichtig. We willen dat hier ook doorzichtig hebben voor het juiste effect. Selecteer dus weer de afbeelding. Kies voor alfa. Ga in het oortje staan. En selecteer tot alles netjes is gevuld met het blauw. Laat nu los. Kies voor enter. En we zien dat het oortje doorzichtig is geworden. Je hebt nu een tekstvak en een afbeelding. Je kunt hier ook één afbeelding van maken. Selecteer beide. En kies voor de functie groepeer. Je hebt nu één afbeelding die je kunt bewerken.
Veel succes!